Ik ben Floor Kartens, ik ben 27 jaar en ik heb hier vanavond de lezing gegeven namens IPKEA. IPKEA staat voor In principe kan ik alles. En ik geef daarmee lezingen over de gevolgen van ziek zijn. Met IPKEA wil ik dat er meer erkenning komt voor iedereen die iets mankeert. En ik wil anderen motiveren dat je niet per se ziek hoeft te zijn als je patiënt bent, maar dat je juist ook nog wel dingen kan en dat je juist positieve misschien wel moet benadrukken. Nee, ik stel me niet aan. Dat is wel wat mensen vaak denken. Het is aan de buitenkant niet te zien, dus ze moeten me maar op mijn blauwe ogen geloven dat het inderdaad dat ik iets niet kan of dat ik moe ben of wat dan ook. Dan maakt het ook wel vervelend, want ik moet ze altijd vertellen dat iets niet gaat, omdat je het niet ziet. Helaas heeft ongeveer 1 op de 5, 1 op de 6 mensen in Nederland reuma. En 2/3 daarvan is jonger dan 65. Er zijn meer dan 130 vormen van reuma en als je een iets vagere aandoening hebt, dan is er veel minder begrip. Reuma is heel moeilijk in één zin samen te vatten, omdat het dus 130 vormen heeft. Maar het zijn eigenlijk allemaal aandoeningen aan het bewegingsapparaat, dus aan de botten, de spieren, pezen of de gewrichten. Ik vertel wat de impact van het ziek zijn is, dus niet zozeer wat reuma is, natuurlijk ook wel even in het kort, maar met name wat het met iemand doet en wat het met mij gedaan heeft en dat ik nu van mijn zwakte mijn kracht probeer te maken. Volgens mij vinden mensen het altijd wel confronterend als ik vertel wat ik allemaal wel of niet kan, met name wat ik niet kan dan. En er ontstaan altijd wel leuke gesprekken. Wat ik eigenlijk ook altijd tijdens mijn lezingen doe, is mensen laten ervaren wat de bewegingsbeperkingen zijn. Dus ze worden ingepakt en dan vraag ik ze om wat dingen te doen. En ja, dan komen ze er heel snel achter dat je heel creatief moet gaan kijken naar hoe je dat doet. En dat je ook kritisch wordt naar de handelingen die je uitvoert. Ik ben van mening dat wat ik te vertellen heb, en dat klinkt misschien heel arrogant, maar dat het voor iedereen interessant is. Het is interessant voor mensen die zelf iets mankeren. Het is interessant voor juist de mensen eromheen, want wat doet het met iemand en wat heeft iemand nodig? Maar ook voor mensen die beroepsmatig met patiënten te maken hebben. Maar ook grote bedrijven waar misschien wel mensen in dienst zijn met een functiebeperking. En hoe kunnen zij er nou voor zorgen dat hun werknemer nog kan werken en dat die efficiënt werkt? Nou ja, de reuma heeft wel gebracht dat ik nu lezingen kan geven en daar haal ik ontzettend veel plezier uit. En ik kan anderen helpen en dat doe ik graag. Mijn website is www.ipkea.nl. Daar staat op wat ik doe en hoe ze in contact met me kunnen komen. Ik zit op Facebook met IPKEA, ik heb een Twitter-account en ik ben uiteraard ook op LinkedIn te vinden.